Ja, dit is echt een typisch Frans monument van Jeanne d'Arc. Dit is nou zo'n persoon waar ik dan helemaal niets van af weet. Ja, ik weet dat het een vrijheidsstrijdster was. Een sterke vrouw, zoals we dat tegenwoordig noemen. En je ziet veel van dit soort monumenten hoor, ook over de Eerste Wereldoorlog. Maar die zijn allemaal een beetje kitscherig. Er is maar één monument wat mij ontroerde. Dat kwam ik 50 kilometer terug tegen. En dat was een soldaat die knielde, of liever gezegd, hij knielde, maar hij omhelsde zijn stervende ezel. Ja, en dat vond ik wel, want in de Eerste Wereldoorlog waren soldaat en dieren op elkaar aangewezen. Nou, dit is echt een leuk plekje om te lunchen. Maar de keuken ging pas om 12 uur open en het is 5 minuten voor 12, dus regels zijn regels. Nou, het plaatsje waar Jeanne d'Arc geboren is. Altijd mooi als je kan lunchen in zo'n typisch Frans dorpje met uitzicht op je motor. Ik neem het ervan. Ik heb een echte Vitel van 2001. Ik laat het me smaken. Lekker rustig lunchen. Hé, dit is de klok, hè? Dit is de klok van de kerkklok. Nou, dan vraag je een eenvoudige salade. En dan krijg je dit. Zo. Dat is niet te geloven. Dit is geen salade. Aardappeltjes. Zo. Nou ja, wat je hier ziet, dat we weer bij La Meuse zijn. De Maas. En je ziet, het is een stroompje van niks. We zijn hier aangekomen in een dorpje. Het Maison Natale. Het geboortehuis van Jeanne d'Arc. Nou, als je dat leest, dat verhaal van Jeanne d'Arc, dat is ook wat. Hele sterke vrouw, maar te sterk voor sommige heren. En ze werd dan ook 19-jarige leeftijd op de brandstapel gezet. Een paar jaar later kwamen ze erachter dat ze het niet juist hadden. En toen is haar vonnis omgezet in onschuldig. Nou, dat is altijd wat. Jeanne d'Arc. Ik heb natuurlijk even aan fact-checking gedaan. Dit is echt het geboortehuis van de, het geboortehuis van Jeanne d'Arc. Het was toen nog een boerderij. Nou, goedemorgen herbergbezoekers. Hier staat de motor helemaal uitgeklapt om alles te laten drogen. Zelfs de binnenkant van de tanktas was zo ontzettend nat dat hij ook even hierop staat. Het kan hier ook allemaal even. Het is hier heel veilig, want ik ben hier bij Albert. Albert van Ramshorst. Die heeft hier een hele mooie sheet. Daar hebben we Albert. Hé hey Albert, hoe heet jou? Hoe heet jouw sheet? L'Enclos du Bellier. Le Clos du Bouillet. Letterlijk vertaalt een beetje mijn achternaam van Ramshorst. De Ramshorst. De Ramshorst. Dus als ze Albert van Ramshorst googelen, dan moet dat goed dan kunnen komt komen. Dat wel. Je zit ook op Facebook, hè? Ja. 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 Nou, dat is hier heel mooi. Dus je kan heel ver kijken. Hier komen straks caravans staan of een camper. Niet veel, hè? Maar 3. Maar wel een prachtig pand. En hier kan je dus. Dit is het bed en brochtje. Het chambre d'hôte, bed and breakfast, hoe je het maar noemen wilt. Maar het ziet er heel mooi uit. En iedere ochtend verse eitjes, want ze hebben ook kippen. Nou, dat was ook de reden dat die motor zo nat was. Dat jullie van de kilometers van vanmorgen niets gezien hebben. Het is gewoon, was het een ramp. De orage, zoals ze het in Frankrijk noemen, die benaming deed zijn naam wel eer aan. Wat een noodweer heb ik gehad.
niet te geloven.